jongens, alles goed? Welkom bij mijn Kostje Toekanaal weer met een nieuwe video. Vandaag gaan we het over hebben over wat is je favoriete radiostation? Nou, vandaag heb ik wat goede radiostation gezonden. Aero Classic Rock, ja, voor de 80's rock. En Radio Veronica voor de 90's en 80's hits. En het radio voor alle muziek uit de jaren 80 en 9000. Muziek is me niks, maar ik vind me valt me best wel een beetje mee. Maar vandaag gaan we het niet over hebben. We gaan het over hebben over Aero Classic Rock. Deze station. Deze station is echt een heel goed zin, gehoord. Want ik heb gezien, ik heb een fantastische aan Aero Classic Rock op mijn computer. En het werkt perfect. Ik koop een Tico 2 ook aan van Tico 2. Want dan heb ik wel ook nog twee met Sigron. En ook een lekker radio's met Sigron. Maar ja. Ik heb er niks te vertellen eenmaal, maar hartstikke idee. Ik ga een beetje vertellen over Aero Classic Rock en wat ik leukste eraan vind. Wat ik leukste eraan vind van Aero Classic Rock is iemand, het heeft hele goede muziek. Zoals die van Queen en de Four of Seagulls en Toto en meer eetrom artiesten. Je hebt je al verteld dat mijn vader, ook altijd na mijn vader, dus mijn vader natuurlijk, mijn pa, mijn papa, maar die is ook vaak, want papa kan in de schuur altijd, mijn vader, die zit al dieren, die zit met motorfietsen aan het kloven, en die zit met auto's aan het kloven, en die zit lekker op fietsen, maar ja, papa, ik wil het niet laten zien, papa is wil niet op de video komen, maar ja. Ik ben ook weer op een keer, want ik hou heel erg van ethisch rock. Dat heb je wel gehoord, want ik heb op Facebook gepost op mijn Atari. Op mijn taak 8 van Excel. Zo'n kwaad kwaad. Ik kan me dat zien, wat ik bedoel. Maar ja, ik kan me niet laten zien. Maar dit is een MV voor mij. Want elk lesje rock is ook very hard. Elk lesje rock is een goede zender. Maar als en we gaan weer voor mij beginnen aan Aero Classic Rock. Dit is hier een review van mij, hè? Vind ik hoor. Hoe moet ik op een review opzetten? Oh ja. Ciao!